GroenLinks roept trein- en busreizigers op met verbetersuggesties te komen voor het stationsgebouw in Nijmegen. Dat doen ze door middel van flyeren in de ochtend en in de avondspits. Dagelijks maken 40.000 reizigers gebruik van het station. Dat maakt Nijmegen het 10e station van het land. Samen met openbaar vervoerreizigers wil GroenLinks in kaart gaan brengen wat er nodig is voor verbetering. In maart zal de partij de verbetersuggesties presenteren. Ons idee voor morgen is om aan de reizigers, de gebruikers van het stationsgebouw in Nijmegen, te vragen wat hun verbetersuggesties zijn. Wij zien zelf dat het station in Nijmegen eigenlijk heel oud is. Met hele langzame roltrappen, smalle trappen, rommelige deuren. En wij vinden dat dat beter moet. En we zijn benieuwd wat de reizigers, de treinreizigers en de busreizigers daarvan vinden. Nijmegen heeft een groot station, 40.000 reizigers per dag. En daarmee is het 10e station van Nederland. En je ziet inderdaad dat in de rest van het land stations flink worden opgeknapt. Terecht vinden wij als GroenLinks. Ook Arnhem bijvoorbeeld is flink opgeknapt. Maar daar komen iedere dag minder reizigers dan in Nijmegen. Waar wij heel blij mee zijn, en dat staat ook op onze flyer die we dus morgen hier op het station gaan uitdelen, is dat het plein hier, dat wordt aangepakt. Dat wordt veiliger, dat wordt groener. Waar we ook blij mee zijn, is dat daar aan die kant de westzijde een volwaardige ingang krijgt. Dus het station heeft over een paar jaar 2 in- en uitgangen. Heel goed nieuws. Alleen het gebouw in het midden, dat moet nu worden aangepakt. En wij hopen dat dat ook snel gaat gebeuren. Het is echt nodig. Het is veel te druk en veel te krap. Hoe duurzamer, hoe beter. En dat past ook wel bij onze stad als Europese groene hoofdstad. Dus die oproep gaan we doen. Maar nogmaals, we willen vooral van de reizigers horen. Wat zijn jullie ideeën en ervaringen met dit station? En ze kunnen dat aangeven op nijmegen.groenlinks.nl/station. Het budget wat beschikbaar is voor het plein, het stationsplein, is er geld beschikbaar. Die plannen worden uitgevoerd in 2019. Dat geldt gelukkig ook voor de westzijde, de in- en uitgang. Daar is ook het geld voor beschikbaar. Gaat ook de schop in de grond in 2019. Maar voor het gebouw zelf is er nog niet genoeg geld. En vooralsnog lijkt er niks te gebeuren. En daar willen we graag verandering in brengen. We willen wel dat onze inwoners op een goede manier hun trein kunnen halen en op een veilige manier. En daarom zitten we aan tafel en praten we mee.